Regelgeving voor de bestuurders van e-bike wordt in orde gemaakt, bevestigde justitieminister Kenneth Amuksi vandaag voor aanvang van de ministerraad. Sinds enkele maanden zijn deze tweewielers ook ontzettend populair in Suriname en worden zij dagelijks waargenomen in het verkeer. Echter zijn er nog geen regels voor het deelnemen met e-bikes aan het verkeer opgenomen in de Surinaamse wetgeving. Nu is volgens de bewindsman de conceptwetgeving al ter sprake gekomen in de ministerraad. Inderdaad, ik had aangegeven dat er regelgeving komt ten aanzien van het gebruik van e-bikes in het verkeer. Die conceptwet is al door de Raad van Ministers, het is al door in de Raad van Ministers behandeld. De wetgeving is reeds doorgestuurd naar de staatsraad voor advies, zegt Amuksi. Zodra de staatsraad klaar is met het advies, wordt het doorgestuurd naar de Nationale Assemblée voor openbare behandeling.